Eind jaren 30 begon Lego winst te maken. Zelfs toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, probeerden ze het beste ervan te maken. Ook al was het zwaar. Alles leek goed te gaan. Maar een stormachtige nacht in 1942 veranderde alles. Er is brand. De werkplaats staat in brand. Maar toen de brandweer arriveerde, konden ze de werkplaats niet meer redden. Die brandde tot de grond toe af en alle schetsen en bouwmodellen waren verloren. Ole begon de hoop te verliezen. Alles waar hij zo hard voor gewerkt had, was weg en zijn bedrijf was bijna te gronden. Maar hij was verantwoordelijk voor zijn kinderen en zijn werknemers. Dus bouwde hij Lego opnieuw op. Hij liet een nieuwe fabriek bouwen en startte de productie van houten speelgoed weer op. Het kleine bedrijfje vocht zich terug op de markt. De Lego-fabriek draaide ondertussen soepeltjes en Ole was op zoek naar nieuwe uitdagingen. Op een dag was hij in Kopenhagen om een nieuwe machine te bekijken die net in Denemarken was aangekomen. Het was een machine voor plastic mallen en Ole was er erg enthousiast over. Zullen we het doen? Het is echt een koopje. We kunnen er veel dingen mee doen. Tja, het klinkt wel interessant, maar het is een hoop geld. Je vindt het dus goed.